jaar amusement met nationale en internationale artiesten en ballet. Zaterdagavond blijf je lekker thuis. Bij Frank en Vrij, ja, bij Frank en Vrij. Lachen, swingen, gekke dingen op de buis. Bij Frank en Vrij, ja, bij Frank en Vrij. Ja, blijf lekker thuis. Samen voor de buis. Yeah, daarom zingen wij. Bij Frank en Vrij, ja, bij Frank en Vrij. Zaterdagavond even naar het journaal. Bij Frank en Vrij, ja, bij Frank en Vrij. Bij de kandidaten en de kolossaal. Bij Frank en Vrij, ja, bij Frank en Vrij. Ja, naar het journaal. Dames en heren, uw gastheer Frank Masmeijer. Hallo allemaal. Goedenavond. Hartelijk welkom bij de laatste Frank en Vrij show vanuit de Lievekamp in Os. Met vanavond internationale en nationale artiesten, dat horen we. Maar natuurlijk ook met 6 geweldige kandidaten. De 3 jongens die krijgen we later te zien, maar uiteraard gaan we kijken naar de 3 ladies. Anneloes, Monique en Roeline. Kom hier, een beetje naar voren. En we gaan even wat aan ze vragen, hè, zoals we dat normaal doen, waar ze vandaan komen, wat ze doen. En dan beginnen we met Roeline. Dus Roeline, ga je gang. Vertel voor de mensen thuis maar eens wat je doet en hoe je precies in elkaar steekt. Ik ben Roeline van Voorbergen. Ja. Ik kom uit Nieuwekerk aan de IJssel. Ja. En ik studeer rechten in Utrecht. Rechten studeer je? Ja. Dat is een hele mooie opleiding. Hoe vaste jaars? Eerste. Eerste jaars. Ja. Ga je er doorkomen? Nou, ik hoop het. Maar ik denk het niet. Ja. Nou ja, maakt niet uit. Mag je dat dan overdoen? Ja hoor, dan ga je gewoon verder. Ja, je kan het een paar keer doen. Ja, doen we een paar vakken. Lekker nee, kalm aan. Niet een heel jaar hoor. Niet een heel jaar. Een paar vakken. Oh, dat mag ook tegenwoordig. Ben je sportief? Ja, ik doe aan tennis en skiën vooral. Skiën. Andere hobby's nog? Autorijden. Ja, rij je hard? Nou, soms. Ja, je weet hoe je er onderuit kan komen bij het gerecht natuurlijk nu, hè? Als je bekeuring krijgt. Nou, binnenkort ben je gelijk je auto kwijt, heb ik gehoord. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik wens je heel veel succes vanavond met jouw eventuele partner zo meteen. En we komen elkaar ongetwijfeld nog een paar keer tegen, denk ik wel. Okay. Roeline! Ja, en dit is Monique. En Monique komt uit? Hengelo. Uit Hengelo, in het oosten van het land. Wat doe jij daar? Ik zit er mee al. Je hebt 3 mensen meegenomen, hoor ik. Geinig, joh. Wat doe jij daar? Je zit op de MEAO. Examenklas. Examenklas. Ja. Ga je HEAO doen? Nee, denk ik niet. Je wil gaan werken? Ja, liever wel. Wat wil je gaan doen? Ik vind een reclamebureau wel leuk. Reclamebureau vind je leuk. Nou, mensen van reclamebureaus die zitten kijken. Dit is er. Ze komt uit Hengelo. Geweldig. Enorm talent op reclamegebied. Ik heb dat vanmiddag ook vernomen. Dus het is echt zo. Dus dat u het weet, hè. Hobby's nog verder? Jawel, ik teken graag knutselen. Ik doe aerobic. Aerobic doe je? Ja. Beetje lekker. Ja, dat werkt goed. Hartstikke goed. Nou, veel succes, hè, Monique. Zometeen ook met jouw partner. En dan gaan wij naar Anneloes, nummer 3, dames en heren. Wow. En waar komt Anneloesje vandaan? Ik kom uit Baren. Anneloes komt uit Baren. Dat is het midden van het land, zo'n beetje ongeveer. Wat doe jij voor de kost? Ik ben kleuterleidster op de 3-master in Almere. Ah, oh, je hebt de eerste klas meegenomen, ja, zie ik. Ja, ik heb ze allemaal meegenomen. De eerste klas wel. Ja. Hey, hoeveel kleuters heb jij in de klas? 34. 34, ja. Dat is een enorme verantwoording, ja, hè? Ja, zeker. Vind ik heel knap van je. Heb je hobby's? Ja, ik aerobic ook. Je aerobic ook? Ja, ik ben ook gek op autorijden. Oh, wat? Ja. Andere liefhebberijen? Nou, ik heb er weinig tijd voor. Ik ben heel veel druk op school. Bioscoop of lekker eten? Ja, uitgaan, of... zeker. Ja. Lekker eten? Lekker eten, ja. Ben ik gek op. Ben ik ook gek op. Heerlijk, lekker eten. En vooral met lekker veel groenten en vlees. Vlees. Ja. Groenten vind je leuk? Ja, vind ik wel lekker. Groenten vind ik leuk. Weet jij... Schiet me wat erin. Weet jij wat een vegetarische groenteboer heet? Nee. Oh nee, ik moet zeggen het verkeerd. Even stom van me. Ongelooflijk dom. Ik zal hem nog even...
Ik zal het nog even vertellen, dames en heren, als u daar nog een keer wil lachen, is dat voor mijn zelfvertrouwen wat leuker. Ik wou dus vragen aan je, weet je wat een vegetarische kannibaal heet? En die heet groentemannen! Oh ja. Ja, kom maar op. Ja, dat is leuk. Wat veel leuker is, dames en heren, is dat wij deze drie dames aan de kerel gaan helpen. Let's go to the cadeautjes! Kom op! En dan mogen jullie zo gaan staan. 1, 2, 3. Keurig, als je dat weet. En dan ga ik introduceren onze 1 averecht. Uw applaus voor Gerard Cox. De man die heren kan omschrijven als geen ander. Hi, Gerard. Gerard Steek van Wal. We gaan omschrijven wat er in de dozen zit. Ik begin met doos nummer 2, dat is dus de middelste. In de middel. Deze man is avontuurlijk. Die houdt niet van sleurvakanties. En wil daarom een 4-weekse overlevingstocht te voet door Lapland maken. Wie durft met hem mee? Nou, dat is toch geweldig? Zij vindt dat wel leuk, Gerard. Ja hoor. Roeline, kom er maar mee. We gaan gelijk verder. Overlevingstocht door Lapland. Lekker naar Lapland. We gaan naar doos nummer 1. Dat is die hier naast mij staat. Ja. Dat is wel heel erg schattig hoor, Frank. Die man heeft een troeteldier. Op of naast zijn bed is altijd zijn teddybeer te vinden. Ah. En hij is vast van plan dat beertje mee te nemen. Wie neemt beertje erbij? Nou, sowieso de kleuterleidster natuurlijk. Kijk eens even. Anneloes en Monique. Wat je nog kan scoren met een teddybeer, daar leuk, heb jij hè? Niet aan gedacht nog. Hè? Nou, misschien een goede suggestie voor je. Ja, en misschien voor jou ook. Doos nummer 3. Ja, deze. Doos nummer 3, dat is een handige techneut, om het zo eens uit te drukken. Die bouwde zelf grotendeels een drive-in disco waarin hij als DJ optreedt. Wie helpt een plaatje draaien? Vind je zo leuk? Ja, Roeline en DJ. Anneloes weer. Gaat de goede kant uit. Een gebouwde drive-in discotheek. Nou heb ik, moet je even opletten, een aanwijzing voor alle drie. Let op. Voor alle drie. We hebben aan de heren gevraagd hoe ze later in grote lijnen hun kamer zouden inrichten. Ja. Ja. Doos nummer 1, hier zo. Die wil dat doen met een stoffen bank met veel kussens, een bielse tafel, planken aan de muur met boeken en planten. Nummer 2, veel hout, ook het plafond, dus je moet uitkijken waar je loopt daar natuurlijk. Hè. Bij voorkeur donker, eiken, bank, zelfde kleur, tafel met plavuizen. Hey. En de derde is veel modern wit, eventueel met grijs of lichtblauw, lichte leren bank en een bijpassende tafel. Ja. Hey, die scoort geweldig daar. Kijk eens. De dames gaan in ieder geval bepalen wat er in huis komt. Hè? Ja. Anneloesje en Roeline al 2 keer hier. Hallo. Waar gaan we naartoe? Dat gaat snel. We gaan naar doos nummer 1 hier bij mij. Daar kan nog van alles gebeuren. Doos nummer 1, hè? De man van nummer 1, ja. Lapland, hè? Ja, de man van de teddybeer. Oh ja, dat is waar ook. En van de bielse tafel onder andere, met dat houten interieur. Hij zoekt een vakantiebaan en zou het liefste, zoals vorige zomer, weer badmeester zijn. Badman ben ik al bruin als mevrouw. Wie wil zwemles en met hem te water? Kijk eens even. Ja, ze knokken er met z'n tweeën om. Gaat goed, gaat goed. Anneloes en Monique. Ja. Doos nummer 2, dat is de middelste. Ja. Dat is de man van Lapland. Ja. En ook van het donkere eiken interieur. Ja. Die zoekt en verzamelt stenen, vandaar natuurlijk Lapland. Vooral edelstenen, en dat lukt hem aardig. Toch ontbreekt in zijn collectie die ene loepzuivere levensdiamant. Wie wil dat zijn? Een man die stenen en edelstenen verzamelt, ja. Een loepzuivere diamant. Ze durft diamant. Het. Ja, Monique. Ja. Ze denkt natuurlijk, die heeft een paar stenen thuis, dat zit goed. Ja, dat zit goed. Doos nummer 3, dichter bij jullie daar. Ai. Zijn trots is zijn auto. Let op. Zelf beknutseld met strepen, spoilers, extra lampen, kan er maar één, hoor. Een blitzwagentje waarin alleen voorin naast hem iets ontbreekt. Wie stapt erin? Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Ja, een blitzwagentje met spoilers en jij, hoe vind jij dat? Ja, daar gaat hij. Vind je het ook leuk? Ja, vind jij zo'n wagentje met spoilers ook leuk? Ja, als je het wil, mag je naam bordje daar op zetten, hoor. Als je het wil, vind je dat leuk? Nummer 3. Bent u daar, hè? Jazeker, zegt hij. Ik heb een nogal wat moeilijke vraag. Hoe zou u graag uw partner gekleed willen zien? En dan heb ik het eigenlijk over de kleur die zij draagt. Is dat een wat leuk ensemble in het beige? Of is dat een leuk pakje in het kobaltblauw? Oei. het beige. Het beige? Ja. Ja? Oké, Anneloes. Ga jij hier staan? Kom jij er maar naast staan. Roeline, en ik zeg, kom er maar uit! Daar staat ze voor je. Hoi. Nou, Rico. Loop met me mee, naar voren. We gaan naar het midden, hier.
Dit is Enrico. Waar kom jij vandaan, Enrico? Ik kom uit Zeeland, uit Goes. Jij komt uit Goes, uit Zeeland. Je hebt een klein beetje Italiaanse naam, hè? Ja, dat klopt. Hoe zit dat precies? De vader van mijn moeder is Italiaan. De vader van jouw moeder is Italiaan, dat is leuk. Klopt. Wat doe jij zoal in het dagelijks leven? Ik zit nog op school in Vlissingen. Ik doe MTS, vierdejaars. Ja, dus die woord is ook dus. Ja. En, sportieve man? Ja, ik doe sinds kort aan bodybuilding. Je doet aan bodybuilding sinds kort? Ja. Er zit geen schoudervulling in, dames en heren. Nee. Allemaal gewoon echt, hoor. Ik wens jullie heel veel succes vanavond. Zit, weet je, jullie zijn koppel 1. Dus wij zien elkaar zo meteen als eerste bij de Rode Draad. Heel erg veel succes. En daar is Karin, dames en heren. Loop met Karin mee en tot zometeen. Koppel nummer 1. En wij gaan verder, Gerard, want we hebben nog twee mannen weg te geven. Ja, ik voor had Anneloesje hier, en Monique. Ik had hier een aanwijzing voor alle drie, maar dat wordt dus voor alle twee. Ja. Hè, voor doos 1 en voor doos 2. Wij hebben de heren gevraagd naar hun filmvoorkeur. Kijken of dat de doorslag geeft. Doos 1, die twijfelt tussen horror en lachfilm. Dat vindt hij allebei, dus griezelfilms en lachfilms vindt hij het einde. Ja. En doos 2, dat is de man van de avonturen en de actiefilm. Dus of horror en lach, of de avonturen en de actie. Avonturen en de actie nemen ze alle twee. Nee, zeg! Ja. Anneloes, blijf staan, Anneloes. Dat is hartstikke leuk. Griezelfilm en lachfilm. Ja, roep hem zelf eens, joh. Sesam, open nu. Hey, welkom! Hoi. Aardig uitgekomen, alsjeblieft. Wilco, kom je aan deze kant staan, alsjeblieft. Ruil even om met z'n tweeën. Wat leuk is dit. Ja, heel lief, hè? Aardigheidje. Ja. Waar kom jij vandaan, Wilco? Emmen. Jij komt uit Emmen? Ja. En wat doe jij zoal voor de kost? Ik zit nog op school, op de HO. Eerstejaars in Emmen. Dat is mooi. Als je daar doorkomt, dan zeggen ze, dan ga je het helemaal redden. Het eerste jaar tenminste. Ja. Dat is heel moeilijk op de HO, hè? Ja. Gaat het goed? Ja, tot nu toe wel. Ja? Ja, niet klaar. Andere hobby's van je? Sporten doe ik veel. Ja. En uitgaan, radio luisteren. Oh, leuk. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes met z'n tweetjes. Die bloemen die kun je gerust afgeven voor die worden keurig in het water gezet. En we zien elkaar zo terug. Koppel 2, dames en heren. Met Karin mee. Gerard, mag ik jou ontzettend hartelijk danken voor de omschrijving van de mannen. En wij zien elkaar zo meteen terug. Hè? Hartelijk dank. Bye bye, Gerard Cox. En wij gaan, Monique, even twee stappen omhoog maken. Daar mag jij gaan staan. Want in deze doos, Monique, zit voor jou de man waar jij vanavond de Frank en Vrij Show misschien mee gaat winnen. Misschien gaat verliezen. Maar je gaat in ieder geval, hoop ik, een leuke avond met hem beleven. Mag ik vragen? Doos nummer 2. Open nu! Marco en Monique. Komen jullie naar voren, alsjeblieft. Marco, kom jij aan deze kant staan? Waar kom je vandaan? Vertel het maar gelijk. Ik kom uit Capelle, vlakbij Goes, net zoals de andere kandidaat. Kennen jullie elkaar of niet? Nee, niet, dat verbaasde me ten eerste, maar ik kende hem niet. Werk je? Studeer je? Ik studeer en werk. Vertel eens hoe dat zit. Ik, dat wil Monique ook graag weten. Ik studeer aan de MEO. Ja. Samen met die gast daar. En in de weekends werk ik... Die heeft er nog steeds schik. Jawel. En in de weekends werk ik in een discotheek. In een discotheek. Ja. Hartstikke goed. Veel verstand van muziek. Gezellige vogel hoop ik voor jou, Monique. Ik wens jullie heel veel succes vanavond tijdens het programma. Monique en Marco, koppel 3. Kom elkaar in mee. En wij gaan, dames en heren, naar onze rode draad. Waar klaarstaan Roeline en Enrico. En ik zeg het er maar weer bij. De rode draad die is enorm belangrijk, want dit is zo'n klap in de score. Als je dat goed doet en je bent alert, dan kun je heel hoog eindigen in het begin al. En dat kan heel belangrijk zijn voor straks. Ik wens jullie daarom heel veel succes. Het is een minuutje omschrijven en een minuutje raden en andersom. Ik geef steeds de rubriek, ja, en jij gaat omschrijven zonder een deel van het woord te gebruiken. Dat is belangrijk, ja? Roeline, ik begin bij jou. En als ik de rubriek noem, dan gaat de tijd lopen. Ik wens jullie heel veel succes. Koppel 1. De eerste rubriek is lichaam. Kijk eens, vlekje. Moedervlek. Dus een deel van het woord gebruikt, dat mag niet, hè? Dat was moedervlek. Voedsel. Waar de meeste kinderen niet van houden. Het is een groente. Slag? Nee, het is groente, het is rond. Van die kleine... Augurk? Groter dan ertjes. Van die kleine rondjes, jouw iedereen vindt het vies, het smaakt bitter. Spruiten? Ja, goed. Uitdrukking. Als je iemand heel leuk vindt, vind je hem een... Kei?
Ja, Spanjer? En, ja. Ja, mooi. Bekende Nederlander. Van Segis A. Speelt ze mee als die huishoudster van in het Amsterdams? Met de huishoudster van dokter Van der Ploeg? Caritasse. Ja, mooi. Beweging. Slaap. Ja, en wat doe ik dan? Geeuwen. Ja, mooi. Ja. Dieren. Snel. Al op vier. Zo'n beest wat springt. Groen. Kangaroo. Nee, zo. Klein beest. Een kikker. Ja. Ja, een kikker. Popster. Met van het hele haar. Die zingt heel hard. Ze zingt... Ik weet niet zo gauw. Nee, sport. Het is zwemmen, zo. Het borstkrol. Ja. Ja, mooi. Televisieprogramma. Ja. Zo, en dan van die mensen die andere mensen beter maken. En zo. Van die mensen die andere mensen beter maken en zo. Nu zijn vliegende dokters. Ja, vliegende dokters. Goed gedaan. Heel mooi. Zeven keer gescoord. Dat betekent een hele goede uitgangspositie. Je zou ver boven de 10 kunnen komen. Maar dat ligt nu aan jou en aan jou ook weer uiteraard met het raden. Hè? Hier komt de eerste rubriek en die is beweging. Als je je verslikt, dan heb je de... Hik. Meervoud. Hikken. Heel goed. Voedsel. Een teentje. Een teentje? Een teentje noemen ze dat, van die witte. Zit aan een grote... Teentje. Teentje, oh, weet ik niet. Pittig, dat doe je bij eten om het pittig te maken. Knoflook. Ja, tuurlijk. Popgroep. Popgroep, koningin, in het Engels. Queen. Ja, mooie uitdrukking. Ander woord. Lichaam. Ik heb last van... Je rug. Pijn in je rug heb je. Vegen, bezem. Ik weet het niet. Ander woord. Spit was dat. Grijze baard. Bekende Nederlander. Grijze baard. Sikje. Over de smurfen zingt hij. Vader Abraham. Ja. Dieren. Van die een grote bek. Zit vaak helemaal in het water. Een nijlpaard. Ja, is wel leuk uitgebeeld trouwens. Gedrag. Als ik boos ben, dan ben ik. Dan kijk ik. Niet blij, maar. Boos. Ja. Kwaad. Als ik een slechte bui heb, dan ben ik. Chagrijnig. Ja, goed gedaan. Dertien keer gescoord maar liefst. En ik denk dat dat een hele goede uitgangspositie is voor jullie na deze eerste rode draad. Heel veel succes zometeen, maar wij gaan, dames en heren, genieten van de man die alles kan met geluiden. En in dit geval zijn dat met zijn toeters. Het is de man uit Engeland en ik ben heel blij dat hij in Os is. Hier is Mr. Freddie Anthony. Hello. Ladies and gentlemen, it's lovely to be here in Holland. And I brought you our new Rolls Royce direct from London, yes. It's our latest model. It's got 30 different car horns. And you can play music on it now for all of you. For the other little medley maestro, are you ready? Let's have some music. Come on now. Yeah.
also Freddie Anthony down here. I have some candidates, and yes. We have a competition, as you know, for yes, points. Yes, I know, yes. Is it possible we can do something with that? Oh, I think that's a good idea. You have a song, and yes, we'll fill it in. Just, yeah? Just, shall I get them? Yeah, that's a good Komen idea. Komen jullie er even bij, jongens, de kandidaten, dames en heren, de drie koppels tezamen. Roline en Enrico, Monique en Marco, en Anneloes en Wilco. What will we play with them? Wait, do you know a famous song here in Holland? The famous song in Holland, Father Jacob. You know that? No. No? You know it? Father Jacques, yes. Father Jacob, yes. Do you play this that? One? It's yes. The first couple, is this? Yes, it's very good. Well, it's very simple. You just play to me. Which hand are you? Left, right-handed? Right. Okay, you give me your right hand then. Don't put it around her. So, are you ready? You play one note each. Yeah. It makes it more easy, okay? Mm-hmm. So I go do 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 do, then you have to make up your mind who starts and who doesn't. Okay? Yeah, we do it. Yeah, yeah. Yeah, yeah. You want too much. Ah! Twice. Yeah. Bravo. Very good, eh? Yes, very good. Really surprised. Yes. We go on with couple number two. Couple number that's two. Monique and Marco. They press two times the wrong hand. Two times the wrong hand. Ja, ze hebben twee keer de verkeerde hand gebruikt of niet op de goede volgorde. Maar dat zien we zo meteen wel. Was in ieder geval heel goed in toon, hè? Are you right or left-handed? Right-handed. Oh, that's good, isn't it? Right-handed. Hij bedoelt met schrijven, hoor. You're right-handed too? Yeah. Okay. It's very easy. You just play it, okay? Okay. So how about you starting? Me starting. Okay. Deep, 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 deep. Hey, 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 what's about her? Oh, she said to do two. Yeah, what's about him? One hand each. And one by one, eh? One by one. Ah. Yeah? Let me have you, Marcus. Yeah, good, thank you. Yeah. We go to couple number three, Anneloes and Wilco. You know, I start. Are you ready? Are you ready? Yes. No. Da da da. I got you. Yeah. Bob. I'll do it again. No, just a moment. Give me time. Sorry. Ze componeren een nieuw nummer, dames en heren. Are you ready? The last two notes. Kan even duren. Yeah. Applaus! Ja, ja. It's very difficult for you because points, they are very important in our program. We go to couple number one, Roline and Enrico, the first couple. They played most professional, I mean, without doing it too much on themselves, isn't it? I think so, yes. So I'll give them 4 points. 4 punten, dames en heren, couple number one. We komen dan op 17 al met rode dat. Couple number two, Monique en Marco. The two singles, everybody played themselves. I would say no, 3 points. 3 punten, yes. Couple number twee. Ja, die komen dan ook op 3. En Anneloes en Wilco. For these, I would say that they get the same points. Couple number three get 3 points too. 3 points, 3 punten ook voor Anneloes en Wilco. Met hun nieuwe compositie van Vader Jacob. I have some nice flowers for you. Oh, that's nice. Karin will bring them. There she is. Oh, Karin. Nice. Can I get natuurlijk, ja, wie niet, hè? Dames en heren, een groot applaus voor Mr. Freddie Anthony. Bye-bye, Freddie. Thank you very much. En wij gaan met koppel nummer 2, Monique en Marco, naar de rode draad toe. Luister, er is, was 13 keer, dames en heren, 13 keer gescoord, hè, de eerste. Ja, 13 keer gescoord, het eerste koppel. Die staan dus nu op 17 met die 4 punten. Het is voor jullie eventjes nu de beuk erin, hè? Omschrijven, geen deel van het woord gebruiken en de ander gaat raden. Ik begin bij jou. Als ik de rubriek noem, gaat de tijd in. 1 minuut de tijd. Heel veel succes. Lichaam. Het zit vaak in je gezicht. Soms is het heel mooi. Puisje. Nee, het is heel mooi. Mooi. Sterretje. Moedervlek. Nee, het is heel mooi. Moedervlek. Ja, hij heeft het gezegd. Voedsel. Kom op. Het is heel vies, tenminste vind ik. Het zijn kleine balletjes. Het is kleine. Zo. Uitdrukking. Vind je ook vies? Jij vindt hem een? Ja, dat vind ik. Ze vindt jou een... Dat vang je ook vaak. Zij als je een vis gevangen hebt, dan zeg je ik heb een gevangen. Zo'n vis gevangen. Zij vindt jou een...
Kan je? Ja! Nou, bekende Nederlander. Die doet reclame van... nee, dat is van Zeg eens A. Ze is... Mien Dobbelsteen. Hoe heet Carites. Het? Carites, is goed. Beweging. Gaven. Ja, ander woord? Ja, ander woord voor. Geeuwen. Ja, goed. Dieren. Staat op 5. Het is een groen beestje, zit altijd een rat wat water en... Kikker. Ja, ja, popster. Snel. Het heeft heel wild haar. En ze zingt best wel goed. Ze zat. Ze heeft een mini-rok aan. Nee, ze heeft een mini-rok aan. Ze is oud. Maar is het donkertje? Doe nou. Ze heeft een mini-rok aan. Ze is oud. En ze is wild. Ja, ik weet niet hoe ze heet. Jawel. Nou, ik moet het nu zeggen. Nu. Het is. Nee, dat moet ik niet goed rekenen. 6 minuten. Dat was Tina Turner. Ja, je kan er even niet op komen. Maakt niet uit. Jij gaat nu omschrijven, een minuut lang. Jullie staan op 6. Kom ver boven de 10 uit, hè? Dat is belangrijk. Kom je zeker ook op 13. En dan kom je goed in de buurt. Hier is de. Allereerste en die is beweging. Ga je gang. Hinkelen. Nee. Oh, sorry. Hinken. Ja, is goed. Voedsel. Je gaat ontzettend verstinken. Knoflook. Ja. Popgroep. Niet King, maar... Queen. Ja, mooi. Uitdrukking. Uitdrukking. Ja. Kletsen. Ja, en dan een kletsen. Kletsen. Ja, wat voor een? Een dijkletser. Ja! Lichaam! Pijn in je rug, onder je rug. Pijn onder je rug? Een krennen. Nee. Ach, nee! Hernia! Nee. Met graven doe je het ook. Schop! Nee. Schop! Met graven doe je het ook, schop! En je hebt het in je rug ook. Een schop onder in mijn rug. Spit. Ja, spit, ja. Bekende Nederlander. Een schop onder in mijn rug. Een hele oude man met een baard zingt Hollandse poortjes. Dieren! Nou ja, heel oud, valt mee. Een grote mond met een grote tanden zwemt in de... Krokodil. Nee. Hele grote mond, weg. Grote tanden, zwemt in de rivier. Olifantachtige. Nu zeggen! Was een nijlpaard. Oh. Ja, ja, bijna. Ja, dat... Ze hebben 12 keer gescoord, geef ze een geweldig applaus aan. En wij gaan naar muziek. We hebben veel te lang niks van ze gehoord en het is, Joost, echt zo'n geweldige groep. Met hun nieuwe single Treat Me Good ben ik blij te verwelkomen in de Lievekamp. Frizzle Sizzle! Thank you.
Sizzle was dat, met hun nieuwe single Treat Me Good. Laten we hopen dat ze goed behandeld worden in Hilversum. Wij gaan naar de derde rode draad alweer. Het is 17-15. 17 voor het eerste koppel, 15 voor koppel nummer 2. Dus jullie weten wat je te doen staat, hè? Minuutje ieder, omschrijven, jij raden en dan zometeen andersom. Doe heel erg je best, Anneloes en Wilco. Ik wens jullie heel veel succes. Hier komt de eerste rubriek en die is voor jou lichaam. Zit op mijn lichaam, zo'n bruin vlekje. Moedervlek. Goed. Mag ik niet goed rekenen? Sorry, zit vlek in. Voedsel. Groenten, van die kleine ronde balletjes. Dopetjes. Nee, ze zijn iets groter. Spruitjes. Goed. Ja. Uitdrukking. Jij bent echt een gigantische... Een bink. Hey, groot, een... Ja, het lijkt er wel op. Ja. Ja. Bekende Nederland. Ze presenteert op goed geluk met het rode haar. Karitevski. Ja. Beweging. Nee. Ander woord voor gapen. Geeuwen. Ja, goed. Dieren. Zo'n groen springdingetje. Springhaan. Nee, hij is groter. Hij zit in een vijver en een sloot. Kikker. Ja. Popster. Met die hele wilde haren. Een vrouw. Kim Wilde. Nee. Ze is een beetje Tina Turner. Ja, joh. Sport. Zes al. Zwemmen. Met je armen. Vrijslag. Nee. Vrijslag, ja. Ja, nee. Ja, ga door. Wat is dat? Wat is dat, dit, joh? Boskrol. Ja, natuurlijk. Ja. 7 keer een score, dames en heren. De eerste minuut. Ongelooflijk goed gedaan. Die Tarikevse, hè? we gaan er, ja, één minuutje, hè? Komt hier best. Beweging. Hier is de eerste. Wat nou doe? Hikken? Ja. Ja. Voedsel. Stink je zo van? Knoflook. Ja. Popgroep. uit Engeland. Vier met Freddie Mercury. Queen. Ja, ja, mooi hoor. Uitdrukking. Wat nou doe? Wat is dit? Een blauwe plek? Nee. Dit? Je been, je dij. Daar doen we onder. Ja, dij. Flink praat. Dijen, hè? Nee, ik ben benieuwd als je flink praat. Ander woord. Ga door, dijkletsen. Lichaam. Als je heel erg in de rug hebt. Wat heb je dan? Spit? Ja! Bekende Nederlander. Die met een beetje kaal haar, zo'n grote baard. Kaal haar. Kom op, Van Abraham. Ja, natuurlijk, snel, dieren, is dat een 12? Kom op! Zo'n groot bruin beest. Bruin? Kameel? Met zo'n grote bek. Nijlpaard? Ja. Ja, grijs is die hoor. Ja, toch, 13 keer, dames en heren. Ik hoop in ieder geval dat we bij onze volgende act net zo lachen als dat we om Wilco gelachen hebben. Want die heeft een paar hele leuke woordspelingen erin gebracht, vond je niet? Maar die volgende act die is dan ook inderdaad om te lachen. Ik denk dat u goed moet blijven zitten en u goed moet vasthouden, want wij zijn vanmiddag bijna van onze stoel gerold. Maar gaat u maar genieten van de geweldige Alfredo. Goeden afton, dames en heren. Die zeggen immer... Alfredo, du bist nicht Alfredo, du siehst aus wie Bueno, der Moskito. Also, jetzt zeige ich Ihnen große Persönlichkeiten. Für Sie heute Sammy Davis Jr. Sehr gut, hä? Oh, jetzt brauche ich ein paar Handschuhe, Hut und ein paar Würstchen. Das heißt auf Spanisch, Guantes, Sombrero y Salchichas de Frankfurt. Hier, Würstchen, hier. Ja. Sie sehen jetzt der unvergessliche Al Scholzon.
Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt meine Militärparade. Sehr gut. Ik neem u mee naar Chicago, dames en heren. Naar een pizzeria in de tijd van Al Capone. Waar onze kandidaten hun opwachting maken. Koppel nummer 3 heeft de moeilijke opdracht om diamanten te kopen. Met vals geld, maar zijn de diamanten wel echt? Koppel nummer 2 heeft een opdracht die alles te maken heeft met geld. Wat gaan zij ermee doen en is het wel echt? En koppel nummer 1, zij is de vrouw van Al Capone. Gerard Cox in dit geval. Maar haar minnaar is in het restaurant.
de butler en dus de andere partij van het koppel. Veel plezier in onze pizzeria-scène. Op naar Chicago. Si, boss. Wij hebben die bewijzen. Welke bewijzen, boss? Die bewijzen. Ik heb uw vrouw gevolgd, boss. Bono. Zij hebben niet een minnaar. Ze hebben minnaar, ze hebben een amore. Ik weet het. Jij moet die hebben, die bewijzen. Boss, ik wil niet brutaal zijn. Maar ik denk u bent te achterdochtig. Zij hebben niet een minnaar. Franco. Echt. Si, boss. Never talk to me like that again, you know. Ik hou er zielsveel van mijn vrouw. Want zij hebben hun amore. Dan ben ik heel verdrietig. Dan moet ik huilen. Franco, Franco, Abos. Franco. Abos. En als ik die amore, als ik die vind, dan maak ik hem koud als ijzer. Als ijzer? Als een gelati. En daarna vermoord ik hem, ja. Si, boss. Si. Ah, daar is mijn vrouw, mi amore. Sono mia. Oh, oh, la, 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 la. Oh, 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 oh. Bello, bello. Mijn schattenboutje, mijn kleine schildpadje. Kan ik van jou blijven? Oh, oh. Oh. Ja, lekker, mijn schildpadje. Lekker, je ziet er hartstikke lekker Sadici, uit. Sadici, mijn kleine orang-oetangetje. Oh, hoe gaat het met je? En wat ben ik dan van jou? Sono mia. Sono mia. La cappella. Ja. Yeah. Ah, jij gaat eten een grote pizza margarita, hè? Hey, pizza margarita. Franco. Hey, boy. Over. Pizza margarita. Over. Niet pizza margarita. Sì, sì, pizza margarita. No, no. Alsjeblieft. Perché no? Sì, sì. No. Over. Ah, over. Signor boss, signor boss. Oh, wat een neem je alweer, die man. Altijd die Enrico. Eh? Ik hou niet van die Enrico. Altijd maar om mijn kleren heen gooien. Ja, altijd niet van Enrico. Nee, hoor. Dan Enrico, vind jij dit een gluip? Vind jij dit een mooie vrouw, Enrico? Sì, signor boss. Maar niet te veel kijken, maar hè? Maar u moet altijd die man. Nee. Heb jij zelf een vrouw? Nee, ik wil die man niet. Nee, je wil die man niet, maar het is maar een ober, het is geen man, hè? Het is maar een ober, hè? Piano, hè, boss? Ik wil die man niet. Piano. Neem toch een andere, hij neemt altijd mij in de maling. En hem altijd in de maling. Hij doet iets moeilijk. Ik heb thuis voor jou een vrouw, ja? Solo mio, rustig. Ja, rustig, ja. Ik ben rustig, ja? Ja, oh, wel lief. Lief, hè? Ja. Wil je wat bestellen misschien? Iets, ja, pizza margarita. Nee, nee, liever niet. Toch? Nee, liever niet. Mag ik aanbevelen? Liever niet. Excuse, aanbevelen. Ja. Oh, oh. Zie je, zie je. Altijd moet hij moeilijk doen. Altijd. Hé, 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 hé. Wat? Nee, nee. Ja. La capella. Is gevaar. Oh la la, oh la la. Ik ga weg. Nou, die twee kom hebben. Terug, kom terug. Nee, nee. Alsjeblieft, kom terug. Nee. Alsjeblieft. Senior Bos. Senior Bos. Kom terug, alsjeblieft. Franco. Is het tijd voor die diamanten, Franco? Si, boss. Heb jij gehaald de gelden? Si, boss. Om te betalen die diamanten? Si, boss. Kom hier met die gelden. De geld. De gelden, ja? De geld! La moneda. Is het dat die gelden? Si, boss. Idioti. Is het geld, boss? 100.000 dollare. 100.000 dollare. Is het geen dollare? In Italiaans geld. Bertolucci. Hebben gemaakt 100.000 dollar in lire? In een lire? 24 miljard lire. Oh la la, wat heb ik gedaan om dit te verdienen? Città della Donna, tanti diamanti. En ik moet niet hebben die tassen met kranten, ja? Die tassen met kranten? Si. Die tassen met kranten? Si. Ah, dan kunnen zij komen met die diamanten, zullen wij tassen proberen met de kranten. Te talen. Andere tas hier, bos. Andere tas aan die kant, hè? Si, bos. Dat zijn niets daarvan merken, nee? Wat is het wachtwoord voor die diamanten? De wachtwoord voor de diamanten? Ja. Wat is het wachtwoord voor de diamanten? Wolfe, wolfe, wolfe. Wat?
Wolven. Wat is dat, dit? Ik heb het 3 keer geblafd. Het torenschool. Heb je zelf verzonnen. Is dat die wachtwoord, hè? Die was. Broccoli-kop. Grazie, boss. Ah, daar zijn die mensen met daar die diamanten. Buonasera. Sedici. La donna. Qui. Kunnen u mij vertellen... wat is die wachtwoord voor die diamanten? Oefa. U zegt wat, hè? Oefa. Kunnen we even die diamanten zien? Hè? Dan kunnen wij weten hoeveel wij daarvoor moeten betalen. Hè? Kunnen wij even gaan zien? Ja. Geld te komen zo. Even kijken wat ik open, hè? Die lopen. De lopen. $120. 120, ik zeg 100. Hele mooie. 120. Ah, van Alfredo. Ja, zie. Is een keer de lopen. Is een verre loop. Ah, ja. Hé, hey, mooi. Ja, diamanten zijn heel klein nu. Ja, dat is een goed. $100,000. $120,000. Is een goed. Ah, doet hij in die tassen, ik laat zien dat die geld. Ja, die geld. $100,000 in lire. Is een tassen. Wat is dat voor. Waar is die tas? Pas. Hier is die tas. No, perdone, signore, no, perdone. Is er mi falta? Is er veel dinero? Is er mi falta? Perdone. Probeer het te bedriegen. Is het tasje van de camper? $150,000. Probeer het te bedriegen. $150,000. U mag even kijken, ja? U kijkt hier naar die lire. Is het goed? Geef mij maar die lire. Kijk even goed naar die lire, ja? Grazie. Arrivederci. Is het zeer bij de hand te koppelen, koppelen 2. Koppel 2, ja, zeer. Bueno. Muy bueno. Grazie. Gaan wij kijken of wij deze diamanten kunnen verkopen, hè? Is het goed, hè? Is het niet nodig? Is het mensen. Buonasera, 16. 16, signora. 16. En, signora... Qui, ik heb hier de diamanten en die kosten maar $200,000, is het niet te veel? Kijk eens, mooi. Ik zou koken voor deze donna, hè? Zeer mooi, hè? Jammer uw man niet meteen zeggen ja, hè? Want u bent deze mooie ogen. Ik word er zeeziek van die ogen, is ze mooi, hè? Madonna, trebon, niet echt. Nee. Waar doen wij het voor, hè? Dan, hè? 120, laten we zeggen 150. Hebben wij nog een beetje winst? Nee. 120. $120,000. Allee, come on, hè? Allee. Geen contant geld. Ja, dan gaat het niet door, hè? Is onmogelijk. Check. Check internationaal. Check internationaal, klinkt goed. Bien. Is bien. Si. Bien. Kijken, hè? 120,000. Goed. Grazie mille. Sì. Buonasera. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Couple 3. Grazie. Is het niet goed? Franco, is het niet te echt? Er staat hier specimen ongeldig. Is het niet goed? We hebben geen geld. Geen vrouw. We hebben geen vrouw en we hebben geen diamanten. Het wordt de tijd voor die punten. Voor de koepel. Voor de koepel. Wij gaan naar een heel, heel belangrijk moment. Er gaat een koppel afvallen in het programma. De stand is 17, 15, 16 in de volgorde van de koppels. Dus aan jou nu een moeilijke taak. We gaan naar koppel 1 en Rico en... Kijk wat hij doet. Staat ermee om te kopen, hè. Uitkijken, hè. Stel niet meer voor die punten. Uitkijken, hè. En Rico en Rulina. Koppel 1 deed het bijzonder slim. En die verdwenen ook op tijd. Dus ik kan 5 punten geven. Ik geef ze er 4. Dus 4 punten voor koppel 1. We gaan naar koppel nummer 2. Monique 2, en die kwamen Marco. Met de... Diamanten. En wij slaagden er alsmaar niet in om ze de verkeerde tas in handen te spelen. Hè. Dus dat is een moeilijke zaak. Goed gedaan. Die geef ik 5 punten. 5 punten.
En het laatste koppel had het wat moeilijk, maar die hebben ons toch die cheque in ons handen gespeeld. Dus die geef ik ook 4 punten. 4 punten! Ja, uitstekend gedaan. Koppel nummer 3. Gerard, voordat wij toekomen aan het afvallen van de koppel, wil ik je hartelijk danken voor deze mooie scène. Ik wil je bedanken voor een heel fijn seizoen. Ik heb een fantastisch seizoen gehad. Ik zal je boek lezen. Doe dat. En neem bloemen mee. Dankjewel. En neem Karin mee. Uw applaus voor Gerard Cox, dames en heren. Als Al Capone. Schuif een beetje bij. Oei. Wij kijken naar de stand. Monique en Marco op 20. Anneloes en Wilco op 20. En er moet een koppel afvallen. Hoe gaan we dat doen? Ik weet er iets leuks op. Luister goed, koppel 2 en 3. Ik stel jullie een vraag. 1 antwoord is daarop mogelijk. Geef het me snel, fluister het in mijn oor, alle 2. Het moet goed zijn, anders degene die er het dichtst bij zit, die gaat door. Hier komt de vraag. Hoe oud is Al Capone geworden? Ik wil dat nu van jullie horen. 65. En jij? Jij zei 54. Jij zei 65. Hij is geworden 48 jaar. Dat betekent, helaas, dat wij afscheid nemen van Anneloes en Wilco. En lopen jullie mee naar voren en geven ze een ovatie, dames en heren. Hi, Wilco. Ja, dat is zo moeilijk. Er moet daar dan een beslissing vallen. Er moet iemand doorgaan en er moet iemand afvallen. En daarom deze ex-equo-vraag van ons. We gaan jullie in ieder geval een geweldige prijs meegeven. Daar is Karin met een hele mooie stereo-set. Er zit echt alles in, hoor. Compactdisc, cassette, radio. Wow. Echt heel erg super. Hey, toch een hele mooie prijs voor jullie. Welkom, kus. En ik wil jullie bedanken voor jullie deelname aan dit programma. En heel veel succes voor de toekomst. Dames en heren, Wilco en Anneloes. Geef ze een applaus. De moeilijke momenten, zoals ik ze noemde. Wij gaan naar ons volgende onderdeel, het traditionele onderdeel, de showscène. En die staat dit keer in het teken van muziek. Dan staat die altijd in het teken van muziek, maar ook de decoratie is in het teken van muziek. Met 3 enorm leuke artiesten. Talenten die eigenlijk al hele goede artiesten zijn. U zult dat zo meteen zien. We hebben hier Desiree Manders, u beter bekend als de Anita Meijer uit de Soundmix finale. We hebben Roxanne, een geweldige zangeres uit Amsterdam. En we hebben The Coming Voice van 2 maanden geleden. Zo noemde ik hem tenminste. Maar hij is inmiddels helemaal daar in de top 40. René Froger. Tot zometeen in onze showscène. For a dream, people making plans. Well, I've got what I've been searching for right in the palm of my hand. Well, I want you to know that I won't let you go. Yeah.
I'm
Dank u wel, dames en heren. En nogmaals hoop ik u groot applaus voor Desiree Manders. Roxana. En René Vogel. En nooit te vergeten ons showballet Leonarda uit Utrecht. En wij gaan, dames en heren, met de laatste twee koppels naar ons eindspel. Met onze twee overgebleven koppels, Roline en Enrico en Marco en Monique. En de stand is 21-20 in jullie voordeel. En dat kan dus heel spannend worden. Ons eindspel, wie gaat de Frank en Vrijshow winnen, dat wordt hier bepaald. De letters springen in de goede volgorde. Zodra je het woord weet, druk je op de knop. Heb je het goed, krijg je 2 punten. Is die niet goed, gaan we door voor het woord naar de andere partij. En dan springt die tot 2 letters voor het einde. Dus dan kun je gewoon wachten. Daartussendoor verweven spreekwoorden of gezegdes. Ja, voor 5 punten. Die zijn belangrijk. Ik wil ze exact goed. Niet een enkel woordje fout. Beantwoord je hem fout, gaan de 5 punten zo naar de andere partij. En dat is een deuk in de score. Dat kan ik je verzekeren. Heel veel succes. Hier is de allereerste. En concentreer je. Het is Enrico. Koektrommel. Is goed geantwoord. Let op. Het is weer Enrico. Bibliotheek. Bibliotheek. Is goed geantwoord. 2 punten. 25-20. Attentie. Stilte in de zaal. We gaan naar weer Enrico. Nu zeggen. Huzarensalade. Is niet goed geantwoord, dus huzaren sla. 2 punten naar de andere kant in dit geval. En let op. Hij is voor Marco, de bonus. Ik wil hem nu weten. Is fout geantwoord, 5 punten naar de andere kant. Het is de tering naar de nering zetten. Daar is die. En let op, 30-22, we spelen streng.
wordt heel spannend en alles kan nog. Het is Marco. Portemonnee. Is goed geantwoord, ja. 2 punten. Monique, heel mooi. We gaan verder. 30-24. Echt alles kan nog. Concentreer je volledig. Geef het antwoord. Conducteur. Conducteur is goed geantwoord, 2 punten. Het is 26-30. Hij is weer voor jullie, Monique en Marco. Hier komt hij. Exact. Wie op blaren zit... Oh. Nee. Nu zeggen. Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Is goed geantwoord, 5 punten. We gaan verder. Let op. Die is heel snel voor jou, Enrico. Krullenbol. Is goed geantwoord, 2 punten. Heel knap. 32-31. De spanning is te snijden. Oei. Wie gaat hem geven? Hij is voor jou. Commissionair. Is niet goed geantwoord. Commissaris was het. 2 punten naar die kant. We gaan verder. 31-34. Hij is voor jou, Enrico. Bitterkoekje. Is goed geantwoord. Blijf bij de les. 36-31. Hij is weer voor jou, Enrico. Chocolade. Is goed geantwoord. 38-31. En nu is die voor jullie, de bonus. Ik wil hem exact. Nu geven. Als de wijn is in de kan... Als de wijn zit in de man, is de... Is niet goed geantwoord. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. 5 punten naar de andere kant. Het is 43-31, maar er komen er nog veel. Let op. Hoi. Ja? Is goed geantwoord. 2 punten. 10 punten achterstand. Let op. Jongens, wat doet dat lang? Enrico? Presentator. Is goed geantwoord, 2 punten. Jij was het in dit geval, 45-33, let op. En dat is de laatste bonus voor jullie, geef hem. Een goed verstaander heeft... Heeft maar een half woord nodig. Heeft maar een half woord nodig, is 5 punten voor jullie. Goed gedaan, het is 38-45, dames en heren, de winnaars van vanavond. En Enrico en Roeline, gefeliciteerd. Karin, dankjewel. Een schitterende kleurentelevisie voor jullie. Leuke prijs om nog naar geen Frank en Vrij shows meer te kijken, maar wel NCRV-programma's hoop ik in de toekomst. Jullie waren hele fijne kandidaten en ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Onze tweede prijswinnaar. Loop met Karin mee. En wij gaan met Enrico en Roeline naar ons prijzenspel. Kom bij mij en Jaapie, wat hebben we vanavond? Ons prijzenpakket. 12 stuks van groot tot klein, maar altijd aantrekkelijk. Of je nu liever thuis bent, op reis gaat of bijvoorbeeld sportief aan surfen doet. Daarom een snelle plank. Compleet met mast, giek en zeil, alles in swingende kleuren. Een foto waard. En dat kan met deze robuuste camera die ook onder water prachtige plaatjes maakt. Laat je dan meteen verenigen in deze vrije tijdskleding met super trendy opdruk volgens de nieuwste voorjaarsmode. Mode en tijd gaan samen. Kijk maar naar deze blitse horloges. Te gek om te hebben. En het geldt zeker voor deze personal computer met fantastisch veel mogelijkheden. Niet alleen voor crazy spelletjes, maar veel meer om zijn fabelachtig geheugen waarin je alles kunt opslaan. Voor je het weet zit je uren. Vandaar deze anatomisch gevormde verstelbare bureaustoel, armleggers en op wieltjes. Maar als je wilt rijden, pak je natuurlijk deze fiets. Nationaal kwaliteitsproduct met versnellingen, zodat ook heuvelachtig terrein geen probleem is. Want wat dacht je van een midweek lekker verwennen in de Ardennen? Of, als jou dat meer lijkt, een lang weekend Londen of Parijs? Je koffers staan al klaar. Met ruimte voor alles, want bij deze onverwoestbare set hoort een beauty of een boardcase.
Thuis mijmer je na met muziek uit deze witte stereo set met dubbel cassettedek, platenspeler en uiteraard cd. Ook al wit is deze magnetron waarmee je in een paar minuten een kant-en-klare maaltijd op tafel zet om daarna in alle rust op je eigen strak gelijnde kleuren tv met afstandsbediening te kijken naar jouw Frank en Vrij show. En dat prijzenspel is onze 90 seconden ronde. Ik leg het nog even snel uit. Exact anderhalve minuut, dus 90 seconden, om maximaal 12 prijzen te verdienen. Elke keer stel ik een vraag over een bepaalde prijs die correspondeert met een vlak waar je op staat. Beantwoord je die vraag goed, gaat het vlak groen branden en krijg je de prijs. Beantwoord je het fout, gaat die rood branden en krijg je hem niet. Denk ondertussen dus aan de tijd en wees alert, geef goede antwoorden. De tijd gaat lopen als jullie opstappen. Vertel me eerst waar je opstapt en dan geef ik je de vraag. Ik zeg ondertussen hoeveel seconden nog, dus dan kun je tempo maken. Ja? Geef steeds aan waar je op wilt stappen. Dat is belangrijk. Waar beginnen jullie? Bureau. Op de bureaustoel. Stap naar boven. Moet je daar op staan? En als je erop gaat staan, dan gaat de tijd lopen. Probeer samen zo snel mogelijk te stappen. Ja? Hier komt de eerste vraag. Daar gaan we. Wat is iemand die een leerstoel bekleedt? Of wat doet hij? Of wat is die? Die een leerstoel bekleedt. Ja, wat voor leraar? Ik moet het exact hebben. Niet zo. Hoogleraar. Hoogleraar is goed geantwoord. Waar ga je naartoe? Koffers. Koffers, daar komt hij aan. Hoe heet de hoofdstad van Hawaii? Denk aan de tijd. Miami. Is niet goed, het was Honolulu. Ga naar de volgende. Waar ga je naartoe? Fiets. De fiets, daar komt hij aan. Welke Zeeuwse wielrenster won 22 nationale en 6 wereldtitels? Welke Zeeuwse wielrenster? Zelf antwoorden. Naam Katie van Oosterhagen. Is goed geantwoord. Katie van Oosterhagen. Computer. Met welke term wordt de geheugencapaciteit van een computer aangegeven? RAM. Wat? Bits. Nee. Bits. Wat zei je? Bits. Bits. Wat zei je? Bytes. Bytes is goed. Ja, bytes is goed geantwoord. Snel. Stereo. De stereo. Welke Nederlandse cabaretier conferencier won kort geleden een Edison voor zijn LP? De zaal is er. Nu geven. Als je verder wil stappen, zeg het. Als je het niet weet... Ga door, we hebben 29 seconden. Het was Herman van Veen. Waar ga je naartoe? Magnetron. Waar ga je naartoe? Naar de magnetron. Jij wil lekker koken. Een recept, luister goed. Aardappelen, zoete appeltjes, melk, boter en worst erbij. Hoe heet deze stampot? Hoe heet die stampot? Hoe heet dat? Wat zit erin? Aardappelen, zoete appeltjes, melk en boter. Nog 12 seconden. Niet weten, het is hete bliksem. Stap naar de volgende. Waar ga je naartoe? Foto. Foto, daar komt hij snel. Welke onderscheiding wordt jaarlijks aan een Nederlandse fotograaf of fotojournalist uitgereikt? Nu zeggen. Nu zeggen! Geen idee. Nee, was de zilveren camera. Maar jullie hebben wel een aantal hele mooie prijzen. Geef dus een geweldig applaus, dames en heren. Onze winnaars. En Karin, vertel jij ons eens, wat hebben zij gewonnen vanavond? Ze hebben 3 prijzen gewonnen vanavond. Een personal computer, een bureaustoel en deze schitterende fiets. Dankjewel, Karin. Dames en heren, ontzettend hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier vanavond en dat u wilde kijken. Ik vraag ons ballet erbij. Alle kandidaten. En ik wil u bedanken voor het kijken naar NCRV. We gaan dit seizoen afsluiten en we gaan de Frank en Vrij show afsluiten. Maar ik hoop u ergens nog eens te begroeten bij welk programma dan ook. 1 ding staat voorop. Blijf in ieder geval NCRV kijken, want dat is oh zo belangrijk. Hartelijk dank en bye bye!